met de zwarte element uitnodigen. Niet met de zwarte hem, maar de zwarte broek. Yo! Oh, damn! Iemand een koptelefoon op. Koptelefoon. Ik heb het telefoon op. Iemand heeft een koptelefoon op. Ik heb het telefoon op. Hoort u ons? Zeker? Hoort u ons? Test. Nee. Wow. Ik mag één klap. Ah ja, is er iets waarover jullie niet willen babbelen? Of knip jullie niet? Jawel. Ah, oké. Ah ja, want het heet kut. Dus zoals jullie gemerkt hebben, zijn we blijkbaar al vertrokken. Hey, maar al goed. Welkom bij Kut, een nieuwe aflevering met Arno, Rob, Milan. Ik heb er zin in, jongens. Ik ook wel, eigenlijk. Lekkere namen hier aan tafel. Even mijn mic goed draaien. Alles staat aan, check. Ja, we zijn vertrokken. Eigenlijk beginnen we elke week... Nee, wacht. Ik ga u aan het woord laten, maar laat me eerst even vragen hoe dat met jullie is. Goed. Alles goed. Alles gezond, alles wel, ja, fris. We hebben net een taak gedaan en zo halverwege zijn we zo de helft van de zaal kwijtgespeeld. Dus ik denk dat het goed gaat. We hebben een beetje te hard uitgelopen, maar... En die zijn naar buiten gelopen? Die zijn gewoon weggegaan. Die dachten... Dat waren ook sprekers. Ja, dat die was... weg moesten. Goeie excuus, goeie excuus. Dat verklaart veel. Want even voor de uitleg, we zijn op Point of View. Hier zijn er verschillende talks en workshops en... De boys hadden ook een talk voor het eerst samen, denk ik. Ja. We hebben een podcast samen. Een talk wel. Een talk voor de eerste keer samen. Oké. Het is dus jullie tweede podcast samen. Ja. Top. Voelt nog altijd als een eer. Dus nu, Younes, het is aan u. Kijk, elke podcast vraag ik aan Younes om een originele voorbereiding te maken. Om toch de gasten dan een keer voor te stellen, voor mochten degenen die kijken niet weten wie dat er hier aan tafel zit, dan zijn ze ook meteen mee. Oh, heb jij huiswerk gemaakt? Damn. Als eerste hebben we de man die nooit switcht op mensen, maar wel van studierichting. Ik heb vernomen dat hij gek is op stoofvlees en kan verschillende moeilijke sporten zonder vrees. Arno de Kid. Yeah. Ik zag ze twee blikken meteen naar daar. Het was zo meer wie is het antwoord. Yeah. Wat was dat eerste? De switch nooit op mensen? Ik heb een studierichting. En dan heeft hij geswitcht naar geen studierichting. Hey, beste studie. Als tweede hebben we de man achter de schermen, is al naar verschillende landen geweest om er alleen te rennen. Hij zorgt ervoor dat elke seconde in de video goed zit, zoals de clip met Last Frequencies die uitdraaide tot een hit. Hij zal al zijn winstgeld geven aan zijn team. Zo iemand gul hebben we nog nooit gezien. Oh, damn. Oh my god. Kleine verwijzing. Naar het interview van vorige keer. SB. Ja, je wordt er niet bij, hè? Wat? Ze zeiden, als je 10.000 euro wint, wat zou je doen? En ik zei 5.000 naar Rob en 5.000 naar Arno. Echt? En niks in zijn eigen zak. Damn, waarom? Dat is mooi, hè? Ik zou dat nooit maar, doen. Ooit, want ik heb het niet gewonnen. Ik zou het teruggeven. Nee, dat is niet waar. Ik geef dat nog eens terug. Bro, ik pak allebei. Ik pak meteen. Oké, last but not least hebben we Mediocre Dude from Belgium. Vol au vent, What a Life en Haha zijn niet meer zo random. Met een Jamie voor beste comedy in de handen maakt hij mannen met sokken en sandalen cool in alle landen. Yeah. Hey, yo, guys, let's go. Ik had het ook nog niet gehoord, by the way. Goed, zijn huiswerk goed gedaan. Heeft zijn huiswerk goed gedaan. 10 op 10. 10 op 10, ook van mij. 10 op 10. En een sticker. Wow. Ja, deze. En een condoom als je wilt. Weet je nog de SpongeBob stickers die ik kreeg van de meester en de juf? Ik heb dat nooit gekregen. Ik heb dat ook nooit gekregen. Stickers. Was dat als je iets goed deed of zo? Dan kreeg je gewoon als je een goede toets had gedaan, zo 16 of 20 of zo, dan kreeg je een sticker. Nee. Dus ik had dat bij de logopedist. Ik heb van Toy Story. Als ik net leerde schrijven, dan kreeg ik stickers van Toy Story. Ook met stickers. Een stickersysteem. Ja, een sticker in de agenda. Zo, kijk, voilà. Hij plakt zijn eigen sticker op. Dikke sticker. Goed gedaan. We gaan nog wel opwarmen, denk ik. Ik heb leuke vraagjes voor jullie. Jullie zijn met drie. Het is een vraag en jullie mogen wijzen naar degene die het meest van toepassing is. Oké. Dus aangezien dat jullie elkaar goed kennen. De grootste leugenaar onder jullie? Ook wel erg nodig. By far. Maar ik kan gewoon keigoed poep praten. Dat is zo... Hoezo? Is er een anekdote of een verhaal of een... Leugenaar... Is hij een misschien leugenaar? Niet per se leugenaar, maar zo maar... verbloemen of zo. Ja. Want soms vragen we ons af wat Arno doet overdag. Ja. Maar dan in plaats van te zeggen dat hij niet echt iets heeft gedaan, ga je zeggen... Dus ik ben opgestaan, dan heb ik mijn kamer opgeruimd, dan heb ik de klusjesman binnengelaten. Dat is vermoeiend. En dan moest ik gaan trainen. Ja. Maar je moet weten dat...
zijn training pas om 8 uur 's avonds begint en de klusjesman waarschijnlijk al binnen moest om 10 uur 's ochtends. Ik moet rusten. Dus, ik moet rusten. En ook bij de video elke week zo, maar de video is te nice. En zo, welk stuk vond je nice? Ik heb hem wel niet helemaal gezien. Dat is iets wat ik wil weten. Kijken jullie naar jullie eigen video's? Ja, volle bak. 1 keer, net als hij uitkomt, en dan zo 4-5 maanden daarna kijk ik die terug. Nog een keer, oké. Want je hebt ook mensen die echt totaal ik had dat ah, ik kijk, ik kijk het sowieso, denk 3 keer. Ah, ja, 1 keer feedbackronde. Dan 2e keer om te checken of dat het goed zit voor publishing. Mm-hmm. En dan 1/3 keer altijd met mijn vriendin in de zetel voor tv. Echt gewoon op romantic. Ja, dan zetten we het zo op tv en dan kan ik ook weten wat dat goed is als zij het leuk vond. Dus, ik ging het ook vragen aan Milan, maar... 50 keer per week of zo. Voilà. Zet je soms in de hoofd niet beu gezien als je zo constant... Nee, mijn moeder wel. Ik woon nog thuis. Ik woon nog bij Hotel Mama. Maar... Ja. Die is jullie lachen zo kotsmug. Dat is echt insane. Zo, dat heb je ooit gedacht om mijn koptelefoon te monteren? Nee, maar dat is niet hetzelfde. Voor een audiomix is dat... Ik doe dat wel soms. Maar die heeft soms echt zoiets van... Wow, het is echt mooi geweest voor vandaag. Hoeveel, dat is nog iets wat ik me afvraag. Als je dan begint aan een video, hoeveel uur werk zit er dan effectief... Ah ja, op na... Ja, dat is wel een zeer vaak gestelde vraag. Ja. Voorbereiding, sowieso al een... Een paar uur, maar echt zo nadenken over wat we willen doen, contacteren, want die dingen. Dat is meer mijn job. Mm-hmm. Ja. Dan het filmen zelf, is dan, 1 uur of 3 of zo? Dat is dan 1 uur of 2, 3, 4. Mm-hmm. Als je... Met het transport en al erbij pakt, dat we daar een halve dag mee kwijt zijn. En dan is het grootste werk eigenlijk voor Milan. Hè. Ah, dat monteren en zo. Het editen. Daar denk, heb je echt uren in. Dat is 4 dagen, maar dat zijn wel 4 dagen van zo 10 uur 's morgens tot zo 3 uur 's nachts of zo. Soms is de editor zo om 6 uur 's ochtends de dienst, zeg maar. Ik zo, Milan, zo, het is echt oké om zo een dagje later te posten. Het is echt oké. Hij zo, nee. Het moet af zijn. Het moet goed zijn. Respect. Het moet goed zijn. Jij zou het niet erg vinden als de video een dag later maar wordt. Maar ik vind het... Ik zet zo mentale gezondheid voor een schedule of zo. Dus als ik zou dat niet aan, ik zou daarvan breken, maar ik denk dat Milan gewoon zo sterk is dat hij dat aan kan of zo. Snap je? Dus ja, het is daarom dat ik zeg dat ook liever. Ik zeg altijd van, Milan, zo, je hoeft, het moet niet. Je moet niet tot zo laat werken. Maar hij wil het zelf, dus dan ben ik altijd van, oké, zolang dat je het vindt dat je het onder controle hebt of zo, dan is dat oké. Maar... Hij controleert mij nooit of zo. Dat is altijd zo. Het is ook, je hebt mij ook nog nooit gestuurd, hoe gaat het met de video? Het is altijd zo gewoon, hij heeft er vertrouwen is grappig of zo, maar meer niet. Het is niet zo, is hij bijna af? Nee. Of hoe ver staat je? Dat is echt gewoon, doe je ding en je controleert mij niet. Ik heb nu de taakverdeling gehoord, maar er ontbreekt 1 naam. Ja, wie Arno, eigenlijk? Wat doet Arno? Zit ik in de video? Nee. Ik ben gewoon... Denkt je mee in het creatieve proces? Ik plan eigenlijk alles. Ik contacteer iedereen. Ik bedenk ook heel het concept heb ik uitgevonden. Beste leugenaar, dat was de eerste. Nee, mijn job is gewoon de clown uithangen. Hype man. Farten op camera. Mm-hmm. Dat is mijn main job. Klinkt als een toffe job, waar kan ik solliciteren? Bij hun. Arno is vooral bezig met het... wat je op beeld ziet, is Arno zijn job. Ja. Dus alles wat achter de schermen is eigenlijk vooral Milan en ik. Mm-hmm. Ik stuur soms een bericht van ik kan die dag. Nee. Wij sturen wanneer... Kun je morgen? En dan zo 5 uur later krijgen we... Nee. Ik weet niet. Ja, Arno heeft nog heel veel werkpuntjes. Maar Arno is een hele goede sidekick. Dat is echt heel... Arno is heel grappig. Dat is wel echt een skill die je moet hebben. Stop. Maar dat is wel iets dat je natuurlijk hebt. Dus dat is ook niet echt iets... Je kunt dat niet forceren. Als je dat forceert, dan zie je dat. Dus we kunnen wel lachen met het feit dat Arno niet plant, maar op de dag is hij er wel. En hij is wel... Als we over de dag zelf spreken, wie komt er het meest te laat? Ik. Ja, ik denk jij wel. Ja. Dat vind ik verrassend. Daar beschiet ik van. Maar dat is niet zo'n uur te laat, zo'n kwartiertje. Of zo. Ja, een kwartiertje. Dus, en we rekenen altijd genoeg buffer in dat dan niet erg is als je een beetje te laat bent. Ja, meestal zijn we sowieso op tijd voor wat we gaan doen in de video. Sowieso. Mm-hmm. Maar het is ook 10, 15 minuten te laat, maximum. Ja, dus je bent nooit grandioos te laat. Hebben jullie veel ruzie onder elkaar? Dat is ook iets wat ik me echt... We hebben nog nooit ruzie gehad. Alles altijd vlot? Ja, gast. We hebben nog nooit... Ah ja, maar zijt u dat weten? Dat is broers. Nee. Maar dat zijn broers, hè? Ik communiceer gewoon heel, heel slecht. Ja. Echt. Ruzie nooit. Misschien af en toe een klein frustratietje over een bepaalde situatie, maar zo niet echt...
Eigenlijk zijn we echt, we werken echt wel heel goed samen. Ja. Zo, en het is chill gewoon. Ja, eigenlijk, ruzie. Nee. Ik zou ook niet ruzie, weten waarover ruzie. Wij ruzie zouden kunnen maken. Maar er is ook zo geen druk van we moeten presteren, we moeten dit, dat doen. Nee, het is gewoon we gaan filmen, we gaan genieten. Maar jullie zien elkaar veel, hè? En als je en elkaar graag, veel hè? Ziet, ik zie dat ook zo. Oh my god. Nee, het is wij zijn. Nee. Het is, maar alles. Dat hangt echt af van met wie dat je samenwerkt. Als je op dezelfde golflengte zit, dan kun je perfect. 3-4 keer per week samenwerken. Dat is snap zeker oké. Okay. Ik ben ook dat niet iemand die graag ruzie maakt of zo. Nee. Ik hou van ruzie. Dat, is ik heb, nee. dat geeft me veel stress. Als ik ruzie heb met iemand, ben ik altijd de eerste om sorry te zeggen. Omdat ik zoiets van... Oh, ik wil geen, we laten het ik wil niet in die situatie zitten of zo. Ja, ik zeg altijd als eerste sorry. Ja. Maar ik heb ook nooit ruzie met mijn vriendin. Letterlijk nooit. Ik begin het gevoel te hebben dat ik koppig ben. Ik heb wel veel discussies over zo'n kleine... Maar ik ben snel geïrriteerd misschien ook. Ah, nee. Vechten jullie soms... Ik bedoel, maken jullie soms ruzie? Ik weet van mezelf dat ik snel geïrriteerd ben. Ja? Ik ben een perfectionist. Wij! Die het boos kijken. Wij, en ik kijk naar mij. Nee. Ja, het ding is... Ik heb een beetje Arno-vibes. Ah. Mame. Ja, ik ben ook een beetje op elkaar. Hij ook zo krullend haar. Hij is heel nonchalant. Zo van die dingen dat ik... Hij weet... Bijvoorbeeld als hij iets maakt, hij weet dat ik er iets over ga zeggen, maar hij hoopt toch dat ik er niks over of dat ik het niet zie. Maar hij weet dat het niet in orde is, dus fix het dan van de maar eerste keer. Maar hij maakt iets. Ja, hij edit dat dingen. Dat is al beter dan Arno. Je bent niet Arno vibes. Shots fired. Shots fired. Nee, maar dat is het ding zo. Jij bent afhankelijk van bepaalde dingen die hij moet in orde brengen, toch? Ook, ja. Maar bij mij is dat niet... Arno dacht gewoon op in de video's en voor de rest verwachten we eigenlijk niet zo dat hij bepaalde dingen doet, omdat we weten dat Arno te lui is. We hebben dat lang verwacht. Maar wij zijn eigenlijk, Milan en ik fixen het gewoon allemaal, omdat we ook voelen dat dat de beste manier van werken is momenteel. Mm. Tot Arno klaar is. Ik zou graag een keer willen terugspoelen. Hoe... Ja, jullie, ik ging vragen hoe hebben jullie elkaar leren kennen, maar... Domme vraag, maar de connectie... Rob, Milan, hoe is die er gekomen? Zal ik het uitleggen? Jij mocht het uitleggen. Dus ik was op een porno-site en ik zeg... Je was aan het filteren op small, dick, mid. Nee. Eigenlijk simpelweg, Rob had een tweet gepost met de vraag... ik zoek iemand die 2 dagen in de week met mij kan samenwerken voor YouTube-video's te maken. En wij hadden een gemeenschappelijke kennis, een cameraman die ook al met hun had samengewerkt. En die zei, dat is misschien iets voor u. Dat is eigenlijk de simpele versie van het verhaal. Ja. En dan had ik zijn nummer gekregen van die cameraman en heb ik hem direct gestuurd. En dan heb ik ook al direct gezegd... En zo, kunt je dinsdag? En zo, oké, is gewoon al zo 2 dagen later. We hebben nog even gebeld zelfs toen. We hebben even gebeld om even af te toetsen. Ja, zo hoe en waar. Ja, en dan hebben we eigenlijk gewoon een video gemaakt, de 5 World Records. Breaking Guinness World Record of zoiets. En dat ging eigenlijk al supergoed. Ja, de vibes hadden eigenlijk direct supergoed. Nee, we hebben echt wel... De stijl die we nu hebben, is een stijl die Milan en ik echt hebben gefine-tuned naar wat het is vandaag. Dus zo, het is eigenlijk mijn stijl gemixt met de stijl die hij ook al een soort van had. En dan hebben we echt wel heel hard ingezet op zo die point-and-shoot, die wide-angle. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die hij... mee heeft erin geïmplementeerd. Mijn edits waren veel trager. Ja. Bij hem was het echt zo... Letterlijk, elke keer dat ik adem, haalt dat eruit. En in het begin was dat voor mij zo... Hè? Wat? Maar dat is eigenlijk... Ja, video's gaan sneller. Want eigenlijk, we willen dat als je die video kijkt, willen wij op geen enkel moment de indruk geven dat je beseft dat je aan het kijken bent. Ja. Ja, je moet er echt in zitten. Je moet eigenlijk die video kijken en na 12 minuten denken van... het is al gedaan. Of na 12 minuten denken van... What the fuck is er allemaal gebeurd? Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk de vibe die we willen creëren. En je kunt dat alleen maar doen als je echt zo snel kut. Maar zonder te veel informatie weg te laten. Of zo. Dus echt gewoon essentiële dingen erin laten. Goed spelen met muziek. Goed afwisselen met awkward stiltes. En terug oppikken met dikke hype. En, ja, maar wat die cuts mogen ook wel niet afleidend zijn. Of zo. Dus wij werken wel op een manier dat je niet... Eigenlijk... De edit moet bijna onzichtbaar zijn of zo. Je moet niet door hebben dat er zo snel kan. Er moet een goede flow in zitten. Je moet het gewoon meemaken. Gewoon. Voilà. Ja. En als er iets afleidend is, dan moet dat eruit. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus de vraag die wij ons eigenlijk altijd... Die ik aan Milan ook had gezegd toen we de montage gingen doen, was... Oké, als je er naar kijkt en je denkt van...
oeh, hier heb ik me even verveeld. Of zo, ja. Oeh, dat kan er eigenlijk wel uit, dat hoefde niet. Dan moet dat eruit. Dan moet dat zo, eruit. Dan is echt gewoon zo de essentiële highlights van een filmdag. Bijvoorbeeld, wij filmen een uur en een half, twee uur. Die edit moet 12 minuten, 13, 14 minuten zijn. En je mocht nooit het gevoel hebben dat je je verveelt of zo. Ja, hoe ik daar vaak naar kijk is, als ik de video bekijk met iemand anders en ik heb ergens het gevoel van, ah wacht, maar zoiets wordt het beter, dan weet ik dat dat stuk eruit moet. Ja. Ja, als je met iemand anders aan de video aan het zien, nee, wacht, ken het? Dat je zo met iemand aan het zien bent en zo, nee, wacht, zoiets wordt echt het goed. Het gaat komen zo, het wacht gaat even, komen. Het komt direct en het komt niet. Zo het moment dat je kijkt is... zo naar je vriend als hij gaat lachen of niet. Zo. Ja, zo, vind je dat grappig? Nee, wacht, zoiets wordt het beter, dan moet heel dat stuk eruit. Altijd als ik een TikTok toon, dan kijk ik gewoon naar de kijker. Hij moet lachen. Ah, maar je snapt hem niet. Het was grappiger toen. Ik ga dat bij moppen uitleggen. Als ik iets meemaak wat ik echt grappig vind en ik moet dat navertellen, dat soms ben ik echt teleurgesteld in mezelf. Dat hit niet de same. Dat is een skill. Zo. Dat is een nee, het is niet zo. Ik heb vaak dat ik begin met vertellen en dan ben ik zo, fuck, ben eigenlijk de helft vergeten. Ja. Nee. Zo, nee, wacht, zo ging het niet. Ah, nee, wacht. Zo, zei klaar mee vragen en dan zeg je, ah, maar ja, maar dat is er ook gebeurd. Ja. En dat ook. Zo de draad volledig kwijt zijn. Voilà. Ja. Nu, je zei er net al, Arno, uw taak of uw job is zo wel gewoon de clown uithangen. Dat is niet echt een taak. Clown is zo heel... Hij is echt ondersteunend, hè. Voilà, daarom dat ik het ging vragen. Is dat jezelf niet tekort doen? Alsjeblieft. Is dat jezelf niet tekort doen om het zo te omschrijven? Onderschat jezelf niet op die manier? Nee. Allee, ik doe gewoon... Ik ben mezelf gewoon in de video's. Dus eigenlijk is er geen taak of zo. Ik doe wel meer dan gewoon de clown. Ja, we doen wel... Die part snap ik. Ja. Maar als het zo omschreven wordt, vind ik dat jammer, omdat... Maar misschien omschrijven we het fout, want het is niet per se de clown uithangen. Arno is wel de ondersteunende factor in de video. Arno is zo... We kunnen het niet zonder Arno doen. Dus eigenlijk... Ja, maar wij ook. Eigenlijk mijn taak in de video is structuur brengen, het verhaal vertellen, funny zijn. En Arno zorgt er eigenlijk voor dat wanneer ik structuur breng en wanneer ik het verhaal vertel, dat het toch op een of andere manier grappig is. En Arno kan heel goed... wij kunnen heel makkelijk van een situatie die saai zou zijn, kunnen wij iets funny maken. Ja. En dat is wat dynamiek. Die dynamiek tussen ons twee is heel natuurlijk, omdat wij elkaar al heel ons leven kennen. En omdat wij ook heel eerlijk kunnen zijn met elkaar. En, dat is wat dat heel handig is. Want moest ik het alleen doen, dan zou ik de hele tijd moeten pingpongen met de cameraman of met het publiek die aan het kijken is. En met Arno kunnen we eigenlijk ons eigen verhaaltje ontwikkelen voor de lens. Dat is natuurlijk. En dat is natuurlijk en dat vult ook veel meer. En dat is iets waar Arno echt heel goed in is. Ja. Is zo die zo snelle reacties geven op bepaalde situaties. Ja. Andere reacties geven dan dat er verwacht wordt ook. Of een counterreactie geven op iets wat er gebeurd is. Of reageren op iets wat ik doe. Of omgekeerd. En we doen dat voor elkaar. En dat is... Dat is super waardevol, eigenlijk. Ja. Want je hebt niet veel mensen waarmee je zo hard op dezelfde golflengte zit, dat dat altijd goed is. En bij ons is dat bijna altijd goed genoeg. Zo, wij zijn allebei witty. Dus wij kunnen als jij iets zegt, ga ik daar een mop over vertellen zonder dat ik daarover moet nadenken. Dat is gewoon zo, dat is snel. En Arno heeft dat ook. En dat is jaren training in de klas als je een mopje zult uithangen. En dat is... Als je niet knap bent, Arno, moet je grappig zijn, man. Redingen of... En dat is Arno zijn sterkte. En doet hij daarom... Helpt hij ons daarmee met ideeën bedenken en zo? Misschien niet. Maar hij is wel funny. En dat is... En dat, voor mij is dat het meest waardevol. Op zich het plannen en zo en ideeën bedenken... Ik kan dat en momenteel kan ik dat ook nog. Het zou nice zijn, moest ik af en toe meer ideeën voorstellen. Maar het allerbelangrijkste is dat Arno aanwezig is en funny is op het moment zelf. En dat is hij. Dus daar is hij goed in. Ja. Top. Het is echt heel mooi omschreven. Hè? Ja. En er is dus ook een moment geweest dat je beslist hebt van... Kijk, nee, is het er standaard bij? Altijd. Of is dat wel organisch gegroeid? En... Op zich... ik kan video's dragen op mijn eentje, want ik heb dat ook gedaan met Nina Derwaal en met Zo ben je begonnen ook, hè? Ja. En zo ben ik begonnen, maar ik vind het persoonlijk veel leuker om het samen te doen met Arno, omdat het is gewoon grappiger. Het is leuker om het te maken. Ik vind het ook altijd tof om die battle te hebben tussen ons twee, omdat ik ben heel competitief. Arno is ook heel competitief. En we gaan er alles aan doen om te winnen van elkaar. En dat pusht je ook echt om gekkere shit te doen. Zoals met boosdog springen, dat was echt gewoon...
dan kun je zo de fucking beste zijn. Zo. Dacht ik dat een scam zou zijn, eerlijk gezegd. Als ik de thumbnail zag van het polstok springen, had ik niet gedacht dat jullie echt gingen polstok springen. Mm. En dan over die 3:15 of wat was het? 3:15. Ja. Dat moment was wel insane. Ja. Zelfs jij werd ook met uw... Maar ja, gast. Ja. Maar zelf hij, de Ben Broeders, was echt zo van... Ja. Dat was hij zei 2,5, verwacht ik dat je springt. Ja. Dan zei hij 3, zou echt wel al fucked up zijn. Ja. En zo bovenal is 3 onmogelijk. Zo, dat zei hij. Dat gaan we zelfs niet proberen. Ja, dat gaan we, dat, als je dat kunt, dan ga ik echt heel erg onder de indruk zijn, zei hij. En dan... Dat heb je gedaan. Maar dat was wel een gek gevoel. 3,15 meter. Dat is twee keer. Is er iemand van 1,5 meter? Nee. Dat is twee keer iemand van 1,5 meter. Dat is echt een gek gevoel. En dat zijn eigenlijk mijn favoriete video's. Als we echt zo... iets nieuws kunnen leren, echt zo die limiet kunnen pushen en mensen kunnen verrassen. Want allee, dat is misschien cocky om te zeggen, maar Arno en ik hebben een heel sportief DNA. En wij kunnen eigenlijk heel snel sporten leren. En dat is omdat wij zijn super analytisch in bewegingen en zo. Dus als jij mij nu toont hoe dat je een backflip doet op een fiets, als je dat 2 keer voordoet, dan zijn die bewegingen geregistreerd in mijn hoofd. En Arno heeft dat ook met alles. En het is daarom dat wij polstokspringen kunnen doen na een uur. Of een uur en een half is omdat wij analyseren bewegingen. Ja. Kijken jullie op cijfers? Nee. Wat? Kijken jullie op cijfers? Kijken of kieken? Kijken, allebei. We kijken er wel naar en soms zien we wel aan hoe doet deze video uit, maar het houdt ons niet tegen. Maar jullie baseren zich dus niet van, oké, misschien werkt dat iets meer, we gaan dat een beetje meer doen of... Bij de Becoming-serie, zo Becoming This, Becoming That, weten we dat die het wel goed doen, maar dat vinden wij ook de leukste om te maken. Dus. Ja, het enige wat wij op letten is gewoon... Natuurlijk wil je dat je titel het beste is en je thumbnail en zo, maar qua content, pure content, gaan wij niet analyseren. Want blijkbaar kunnen zo analyseren waar dat mensen afhaken in de video en van die dingen. Maar dat checken wij. Ik weet zelf niet hoe dat YouTube Analytics werken of zo. Ik heb daar echt... Ik zou dat misschien beter moeten doen, maar... Wat dat wij maken die video's voor plezier. Wij maken die video's omdat wij die zalig vinden. En we hopen daarmee ook dat de mensen dat zalig vinden. Maar het is niet dat wij zo gaan denken van... Oh shit, op momenten waar dat Arno en Nick heel veel zeveren, haken mensen af. Dus nu gaan we dat minder doen. Dat doen wij zeker niet. Maar het is eigenlijk een dagboek dat we maken. Ja. Om later de cool day te zijn op school. Ja, dat heb ik al een paar keer gehoord van mensen. Hè? En ik denk dat dat wel echt een goede reden ook is. Ja. Om dat allemaal heel mooi bij te houden. Ja, dat is gewoon kijken hoe je mijn kinderen... Het is gewoon een leuk archief. Zo. Later, als je dat aan je kinderen kunt laten zien, hoe tof is dat? Maar ook voor jezelf. Hè. Ik kijk nu soms nog video's terug van een jaar geleden. Ik ben echt zo van... Dat was zo leuk. Dat was zo'n toffe herinnering. Het is ook zo op een punt gekomen dat wij, als mensen vragen wat is je favoriete video, ik kan daar niet op antwoorden. Ik kan daar ook niet op antwoorden. Zo, Elke video... dat was leuk. Maar dat was ook leuk. Dat was ook leuk. Ja. Zo. Elke video is een favoriete video, omdat wij daar met heel veel plezier aan werken. En dat zijn echt herinneringen die wij maken op een heel natuurlijke manier. En dat niks voelt ooit geforceerd aan of zo. Het is altijd gewoon... Het is omdat het interessant is voor ons om niet voorbereid te zijn. Om niet te plannen naar wat gaan we exact doen die dag. Het is gewoon meer zo, we gaan polstok springen met een Olympier. En we gaan wel en zien. En we zien wel. Zo. Ja, wij komen eraan, we moeten een intro maken. Oké, we freestylen een intro. Zo. Het is zo, alles is freestyle. En dan in montage voor Milan is het meer zo zoek van, oké, hoe ga ik het plannen? Maar zo. Een verhaal maken. Ja. Het is echt meer zo on the go, we zien wel... Het gaat sowieso leuk zijn en maak er het beste van. Ik merk heel hard dat jullie houden van iets te maken. Maar ja, jullie zijn daar succesvol en ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Maar wat er ook bij hoort, is het bekend zijn of herkend worden. Of vooral, ik denk, jullie zijn iets later opgekomen als Rob. Je had al een naam met de dingen die je ervoor deed. Maar hoe hebben jullie dat dan beleefd? Want opeens... Ik heb chance gehad dat tijdens COVID was gewoon. Ik heb dat heel lang gewoon niet opgemerkt. En ik denk dat dat echt een jaar en een half is voordat echt veel werd. Ja. Maar uiteindelijk vind ik dat... Elk feestje vragen mensen van, vind je dat niet erg? Dan ben ik zo van, maar nee, dankzij die mensen kan ik doen wat ik wil. Dankzij die mensen heb ik een inkomen zonder dat ik in de McDo moet gaan werken. Allee, als je werkt in de McDo, heb je het een mooi leven, want je hebt korting op de McDo. Maar ken je dat zo... Dat hoort er gewoon bij, vind ik. Ja. Ik ben ook super geïnteresseerd in andere mensen hun leven en wat dat die doen of van waar dat... Allee, zo, ken je het? Dus mij stoort dat helemaal niet, maar dan heb je wel zo van die zatte mannen die zo
willen tonen dat ze de man zijn, dan pakken die je zo aan hun nek vast en zo. Ja. En zo. Dat is dan wel minder, maar uiteindelijk... Nee, niet zo, hè. Want nee, nee, zo... maar zo langs achter en dan zo... Je hebt de typische mensen van zo... Ah ja, blijkbaar zeg je beroemd. En dan klikken ze zichzelf erna van... Ah, je video's zijn hilarisch. Dan zeggen ze maar... Huh? Ja. Dan wist je. Je was gewoon, hoogte, sommige mensen weten nog niet zo goed dat ze... Het is niet erg om te zeggen dat je... een video van ons leuk vinden of zo. Ja. Ik snap wel dat sommige mensen dat zo een beetje gegeneerd van... Oh shit, amai, ik kijk naar zijn video's of weet ik veel wat. En dan zijn ze zo... Dan ze sneller zoiets van... Ah, wacht, wie zijt je? Wat is uw naam? Ik ken u van nergens. Maar dan zeggen ze van... Ja, het is zo wel duidelijk dat ze... Dat ze, en ze willen zo heel zo nonchalant overkomen. Maar dan ze vallen zo heel snel door de mand. En dan heb ik kijk liever dat je dan zegt van... Yo, oh, nice video's. Ja. En de conversatie eigenlijk direct begint dan zo eerst zo dat fake... zeg je... Ik kan dat, dat ik u gezien heb. Ja, zo. Maar het is echt wel oké om te zeggen dat je fan bent van iemand. Ja, dat is echt niet. Ja, en dat is ook veel toffer, want dat, als iemand zo fake naar u komt, dan heb je snel het gevoel van... Bon, we doen een small talk en ik ben hier weg. Ja. Als iemand zo komt, van, ah, ik vind het echt nice wat jullie doen. Dat is kei grappig en zo. Ja, dan doe ik met plezier van wat studeert en zo, want ik ben echt geïnteresseerd dan gewoon. En... Maar ik denk dat ik weet waarom ik dat niet leuk vind, is omdat die conversatie dan de hele tijd over u gaat. En ik heb hier iemand zegt van, oh, nice video's. En dan kan ik eigenlijk direct zeggen van, ah, merci, wat doe jij? Zo, en ik heb liever dat die conversatie draait naar de persoon en dat we dan kunnen praten over wat zij doen en zo. Dan dat ik de hele tijd over mezelf moet praten. Mm-hmm. Zo, want, en dan zit je opeens in een podcast over jezelf te praten. Je moet ook wel erbij zeggen, bij mij is dat totaal niet op de schaal als dat bij die twee is. Nee, maar ik denk wel dat dat begint te komen. Dat gebeurt wel, ja, maar dat is niet op een irritante manier. Dat is wel nee. Zo, mensen die mij zo aanspreken met mijn naam, terwijl ik niet weet wie die zijn. Of, zo. Maar het is ook zo op een... En wat doe je dan eigenlijk op zo'n moment? Zeg je dan gewoon van, wie zijt jij? Of... Maar ja, wie zijt jij is een beetje... gewoon zo... Ja, ik stel mij voor en als die al weten wie ik ben, dan vraag ik ook gewoon, wat doet jij? Doet je ook iets in de media of zo? Of wat is je favoriete video? Stel ik ook vaak die vraag. Maar dat is totaal niet zoals bij hen. Maar het is wel grappig, want zo vaak willen mensen bij hen op de foto als we een video aan het shooten zijn. En dan sta ik daar zo naast en dan weet ik niet of die mij mee op de foto wil. Maar soms zeggen die zo, alleen Milan komt erbij. En dan ik zo, ah ja, maar jij weet wel wie ik ben. Maar dat is zo op een punt dat ik zo niet weet. Ja, veel mensen weten ook totaal niet wie ik ben, dus dan gaat er sowieso niet bij staan. Maar dat is zo altijd zo wel zo'n akkoord momentje van zo, wacht, waar ga ik staan? Zo. Het nice bij Milan is bij ons, ons publiek is meer zo de algemene... persoon gewoon, dus dat kan iedereen, dat kan een bakker zijn, dat kan iemand die bij McDonald's werkt zijn, dat kan een student zijn, dat kan een middelbare school student zijn, dat kan dat publiek is heel breed. Maar bij Milan, jij hebt nu een publiek die heel focus is op montage, op fotografie, op film, en dat is eigenlijk een super nice publiek voor, want eigenlijk mijn publiek die fan is van montage en al zo, die zijn eigenlijk allemaal zo bij u nu. Ja. Waardoor dat jij, als jij zo die vragen stelt op Instagram, van, hebben jullie vragen over de edit of weet ik veel wat, dat jij massaal veel reactie krijgt. Ja. Het is echt een heel niche groep dat ik nu heb. En dat is inderdaad heel gek om te horen. Ik denk dat mensen dat wel graag zien, die behind-the-scenes dingen ook. En zeker als je dan iets met camera of video doet, dan is dat wel leuk om te zien. Dus zoals hij zegt, je hebt een heel specifieke doelgroep die daar echt volledig in geïnteresseerd is. Hè. Ja, inderdaad. Cuties. Let jullie meer op wat jullie doen als jullie buiten wandelen of uitgaan of whatever? Of... Ik heb wel bij uitgaan dat ik wel oplet wat ik doe. Jij let meer op wat je doet? Net een glaasje minder? Maar gewoon, ik heb één keer gehad dat het was begin gewoon en mensen herkenden mij en dan kreeg ik veel drank gewoon en zo, uitjes en zo met elkaar. En ik heb wel één keer gehad dat ik zo het gevoel had dat er iets extra was in dat drinken, dat ik een beetje fucked up ben. Maar je weet het niet zeker? Ik was niet zeker, want ik was ook heel zat. Dus, en sindsdien heb ik wel gehad van, ik wil niet meer te zat zijn in het openbaar gewoon. Nee, ik wil ook zo... Ik neem geen drank meer van
Allee, van mensen aan. Yeah. Ook al blijven ze, want ze zeggen echt hoor soms van ik wil atten met u kunnen. Mm-hmm. Ik zeg van nee, nee, ik heb wat te veel op. Of moet je iets keistoem zeggen of van ik ben ziek, ik heb diarree of zo. En, ja, dat zegt hij al wel zo eens. Hè. Ik ben ziek, ik heb diarree, dus ik kan geen atje doen. Nee, maar zat zijn maar ik ben wel aan het feesten. Openbaar, let ik wel echt mee op ja, en zo. Ja, gewoon met mijn vrienden ga ik niet veel in het openbaar. Je moet gewoon super, je moet sowieso opletten, want keiveel shit kan gewoon uit zijn context gehaald worden. Ja, ja, voilà. Zo stel je voor dat jij... stel, je gsm wordt gepikt. Hè? En jij bent super pissed. En je vindt eigenlijk de persoon die je gsm heeft. En je bent erop te roepen van... Putain, fucking klootzak. Ik ga je fucking in elkaar zagen. En er wordt niks gezegd door die gsm. Ja, en jij, ja. ze kutten enkel het deel dat jij roept op iemand... omdat hij je gsm heeft gepikt. Ja, dan kun jij super zijn, zo afschuldig worden als een of andere... agressieve zatlap. Die mensen. Dus die zeg maar, ik zeg. Ja, je kunt alles uit context halen. Ik ben de gast die dat kut. Zo, wilt jij Average Rob cancelen? I got you, man. Nee, maar ik zeg ook echt altijd aan Arno van. Let op. Ja. Zo, nu zit je echt in een situatie waarin dat je gewoon moet opletten. Doe wat je wilt, maar zo. Wees beleefd, zeg altijd dank u of zo. Okay? Zo. Dat is wel, maar dat doe ik sowieso. Ja, je doet dat sowieso. Maar ik heb wel echt moeilijk met mensen die zo in mijn bubbel komen wonen. Ik heb echt moeilijk aangeraakt worden. Ik blijf beleefd en zo, maar ik word daar zo een klein beetje agressief van als ze zo gewoon mijn hoofd en mijn nek. Ja, dat is zo, voor mij is dat zo van, heb ik ook moeite mee. Dat is zo, ik wil tonen dat ik meer man ben dan nu of zo. Dan ben ik zo van, soms zeg ik dat wel zo van, kun je hand van mijn nek doen, maar dan is dat zo direct. Is dat zo, denk ze dat jij onbeschoft bent. Ja, voilà. Ja, en ik haat dat. Wel, like, ja. Dat is gewoon zo. Maar algemeen, wij zijn goed opgevoed. Wij zijn geen varkens. Wij zijn altijd beleefd. Dus dat is zo, het is niet dat wij zo mega hard moeten opletten met wat wij zeggen of zo. Nee, want wij zijn ook totaal niet racistisch. We zijn totaal niet homofoob. Maar we hebben ook gewoon familie. We hebben familie in alles. Dus het is zo... Letterlijk alles. We hebben Marokkaanse neef, Afrikaanse neef, Brits, Spaans. Wij zijn echt een mishmash van alles. Dus wij zijn altijd super inclusief opgevoed. En wij spreken ook. Wij zijn Franstalig opgevoed, Nederlandstalig. Dus er is zelf geen discussie van. Oeh, ik ben Vlaams of ik ben jij bent Waals of zo. Het is altijd gewoon zo. Wij zijn bilang, wij spreken Frans en Nederlands. In welke taal denken jullie? Ik vaak in het Engels. Ik ook laatst. Ja, echt? En ook al van kleins af aan al? Of is Nee. Dan, ik ben vooral... Arno en ik zijn meer Vlaams. Ja. En onze grote broer en zus zijn meer Frans. Omdat wij... Was gewoon, zij klikt beter met mama en wij klikten in het begin beter met papa. Ja, allee, misschien wel. Onze papa was meer Vlaams en mama was meer Frans. Onze papa is Vlaams en onze moeder is eigenlijk... nee, onze papa is Brussels-Vlaams. En onze moeder is Brussels Frans. Ja. Okay, maar jullie spreken wel Nederlands tegen elkaar onder elkaar. Ja. Dat is het makkelijkste. Frans. Praat nooit. Mijn mama is niet gewoon Annemie en Karel, jongen. Dat is gewoon Annemieke. Allebei. Karel Kools. Shout out Annemie. You know. Karel Kools. En stel, er zijn geen opnames. Hoe ziet jullie dag er dan uit? Allee, ben je waarschijnlijk editen. Gewoon editen, man. En als er lopen. Tijd is, ga lopen. Ik loop en edit, dat is mijn wel leven. Zot. Je hebt de marathon gedaan, hè? Anders. Ja, zondag. Ja, dat is crazy. Ik heb wel een paar dingen zien doen, ze. Ja. Dat is echt een hobby. Ik loop wel graag. Hobby. Ja, 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 ja. Dat zijn de twee dingen die ik doe in mijn leven. Hè. Dus video's maken met hen en lopen. Ja, ik vind dat zot. Als ik ga lopen, ik vind dat moeilijk om 20, 25 minuten mezelf gewoon te concentreren en aan niks te denken. Ah, maar je moet niet aan niks denken, je moet nadenken over het leven, man. Yeah. Ja, maar ja, dus kijk hoe, geen muziek, gewoon. Oh, dat kan niet. Ik loop zonder muziek. Heb je die marathon ook zonder gelopen? Ja, zonder What muziek. What the fuck? Dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Dat is therapie, hè, gast. Ah, dat is wel, ja. Het leven. Ik heb dat gewoon als ik in mijn bed ga liggen s'avonds, dan kan ik zo 3 uur lang gewoon staan. Ah, wel, maar kijk, als je dan gaat lopen, Arno, en je hebt dan een uurtje gelopen, dan heb je nagedacht over de dingen waar je normaal in je bed zit. Ja, maar dan moet ik opstaan, me aankleden en nog sporten. Hij is daar weer met zijn verhaal. Ja. Oké, nee, maar stel de vraag nog eens aan hem. Ik ben ook echt benieuwd. Hoe ziet je dag eruit als je niet aan het opnemen bent? Dus, en geen training. Maar je voetbalt nog? Ja, nog altijd, terug begonnen. Ik sta op. Nu gaan we het krijgen. Echt, Arno, niet joken. Ik doe nu Pinky, ik kan niet liegen. Niet liegen. Oké, niet. Okay. Maar deze is ook nieuwe info voor ons. Ik weet zelf niet. We hebben geen idee. Dat is echt nieuw voor ons. Oké, zijn we klaar? Ja, helemaal show.
Bon, dag ervoor. Heb ik de dag ervoor gechilled of niet? Wat is chillen? Pariari. Nee. Niet hard, het is een doorgaanse dag. Ik ben zo klaar voor deze. Maar ja, dan ben ik sowieso niet in slaap gevallen tot 3-4 uur. TikTok mijn leven overneemt soms. Of Instagram of Clash of Clans. Kom in mijn klan. Nee, ja. Het is niet zeveren, gewoon. Kom, echt. Zeg het. Ik zeg het rond 11 uur. Okay. 10, 11 uur. Elke dag? Niet elke dag. Maar als ik niets te doen heb. En boom. PlayStation. Is dat mijn wekker of gewoon natuurlijk? Nee, ik word natuurlijk wakker rond 10, 11 uur. Soms 12. Okay. Dus je gelooft het niet. Af en toe 1. Ik weet het, maar ik weet het. Okay, boom. Okay. PlayStation aan. Automatisch. Terwijl dat opstart, want Warzone start gewoon automatisch op mijn PlayStation. Koffietje maken. Okay. Kom ik terug, dan twijfel ik als ik mijn kotgenoot ga kloten of niet. natuurlijk doe ik het altijd. Dus, en wat is dat kloten dan? Ik pak mijn box. Ah, oké. Pak mijn zo, box en dan zet ik. Pop Smoke of zo. Nee, niet eens. Ik zet echt de klootse muziek ooit. Je kotgenoot staat altijd later als u op. Ja, mijn kotgenoot staat op om 4 uur in de namiddag. Oh my god. Wow, heeft hij werkt in de nacht? Oh. Nee, die werkt niet. Nee, die... Jeremy, als je dit ziet... Als editor staat hij niet later op. Je werkt gewoon niks. Je slaapt gewoon minder. Nee, hij is fulltime chiller. Fulltime job, fulltime niks. Oké, ga verder met de dag, Arno. Dus ja, ik maak hem wakker. Ja, dat is mijn tactiek gewoon. Ik maak hem dan wakker, dan wordt hij een beetje lastig. Leg ik met zijn kop, dan ga ik terug. Speel ik Warzone. Hoe laat is het dan nu? Nu is het al zo 12 uur of zo. 12 uur, oké. Okay. Dan speel ik een beetje Warzone, Clash of Clans. Dan, meestal moet ik dan iets gaan halen in de post, want ik heb altijd random shit die aankomt bij mij. Was je hebt nog niet gegeten, hè, op dit moment? Nee, ik ontbijt niet. Oké, okay. Ook nog geen ochtendpiske? Oh, ochtendkaks, ja. Sowieso. Dat is al van de baan. Dat is dat uur tussen... Ja, ja, dat is één uur. Ik pak mijn koffie, ik drink die op toilet. Wat? Ja, sowieso. En je zit op TikTok ondertussen, want als wij aan het wachten zijn op u en je bent aan het kakken, dan zit je altijd op TikTok. Dat is niet waar. Ja, wat okay, is zo? Arno komt van het toilet. Nee. Zo dat robotstemmige van TikTok. En kent je zo, als je je gat aan het afvegen bent, dan speelt één video echt zo 10 keer naar elkaar af. Ja. En dan moet je zo wel eens switchen als je het zelf beu bent. Bo, 12 uur. Ik douche ook in de ochtend. Dus ik doe mijn kaksje, dan pak ik mijn douche, dan ga ik Warzone. Dan twijfel ik wat ik ga eten die dag, als ik healthy ben of niet. Dat beslis je op dat moment. Ja, dat is, okay. Dan kijk ik gewoon eens naar mezelf en ik was toe. Ik moet het niet eten, maar ik ga toch burgers halen. Mm-hmm. En dan, ik weet niet, dan gebeurt er niet veel meer. Ondertussen wij in de chat. Arno, hallo, kunt je overmorgen filmen? Hallo, Arno. Ja, oké, en dan? Daarna, meestal ga ik dan iets drinken met de mannen. Ik weet niet. Ik heb sowieso niks te doen tot sowieso 3 uur. Omdat mijn kotgenoot niks doet. Maar heb jij zo nooit gedacht aan zo iets zo te ondernemen? Of om zo kind zo. Ik ga vandaag eens ideeën bedenken voor YouTube of zo. Hey, ik geef wel ideeën, maar ze zijn gewoon niet altijd goed. Zoals? Ik had ooit eens een idee. Ik zei dat we. Ik weet wat jij gaat zeggen. Zeg het en ik ga. Ik zei we moeten gewoon gaan kajakken door de Dellen. En Robert antwoordt daarop van we kunnen anders ook een dino adopteren en die opvoeden. Het ding is, Arno heeft altijd zo'n ideeën die totaal random zijn voor YouTube. Zijn en op een bepaald moment, op een bepaald moment zei Rob, ja Arno, dat is een keigoed idee. Weet je wat nog een goed idee is? We gaan een dinosaurus vangen en we gaan daarop vliegen. Maar dat was zo op een moment. Dat is zo echt zo. Ik ben dan passief, agressief van gast. Dit is echt het domste idee ooit. I tried. Wat was er nog iets van? We gaan iets met reptielen doen. Peak wat corona. Wat gaan we doen? We gaan een feestje geven en we maken daar een video over. Dat is niet zo goed. Gast, jawel. We organiseren een evenement. Idee voor later. Nee. We doen het voor de fans. Nee. Kom. We moeten absoluut een idee hebben voor deze week. Ik ben niet akkoord. En dan zegt jij, we gaan een feestje organiseren voor de fans. Maar ja, voor later. Maar nee, want het is niet over een video van die week. Ik word hier gepest. Zie je? Ik word gepest op je. Je had nog een idee dat je wat. Je dacht dat je iets anders ging zeggen. Ja, je hebt heel lang gehamerd op zo. Arno, heb je nog een idee? Zo elke week een ander ding. Zo. Allee, elke week zeiden wij: Arno, heb je nog iets nieuws? Ja, we kunnen iets met reptielen doen. Dat moet toch te cool zijn? Maar wat gaan we met reptielen doen? Ja, ik weet niet. We kunnen toch gewoon zo slangen vastpakken en zo. Ja, maar wat is het doel van de video? Ja, dat is toch cool? Oké, ik ga het uitleggen. Oh,
Dus wij komen bij een reptielencentrum, ik weet niet hoe dat dat noemt. Een reptielencentrum, ja. Oh, dat was toch wel goed gezegd eigenlijk. Ja. Dat was wel goed gezegd. Ja. En ik was zo van, uit, we doen een challenge en de verliezer moet gewoon een reptiel op hem krijgen of zo. Of de, zo, ken je het? Dat was mijn idee. Dat is maar ja, ik hoor van mijn communicatie ja, is de eerste keer dat dat zo, eerste keer dat ik dat zo uitgelegd hoor. Ja, okay, voilà, de pitch daar moet nog wel gewerkt worden, blijkbaar. Voilà, mijn communicatie maar, is gewoon niet goed. Maar Arno, wat we zien nu, wij zien hem echt graag. Wij zien hem graag, maar zoals je hoort, hij doet niet veel op een dag. En wij, Milan en ik, werken onze kloten af. Hè. Elke fucking dag, hè, gast. Echt, dat is echt. Elke dag. Ik zit mijn wekker om 8:30, 9:00. Wat al vrij laat is. Ja. Milan werkt bijna de hele dag aan edits. Wij zitten constant te berichten. En dan heb je Arno die gewoon zit te kakken of zo, weet ik veel. Mijn koffie in zijn linkerhand. Ja, ja, ja. Nee, ik kan echt een uur ja. Dus, voilà. Ik ben er niet trots op. Nee. Jawel, nee, dat was het. Dat was het. Nee. Ik heb nog één ding. Soms kuis ik mijn keuken. Alleen de keuken? Om de twee dagen kuis ik mijn keuken. Heb je een afwasmachine? Ja. Maar hoezo? Ah, ja, je hebt een afwasmachine. Maar mijn kotgenoot snapt niet hoe dat werkt. De keuken kuisen. Ik moet altijd uitleggen hoe dat je een bord in de machine moet steken. Maar dat is zo moeilijk, snap je? Want je moet dan dat open doen. Want nu legt je dat uit alsof dat een halve dag werk is. Maar eigenlijk duurt dat 5 minuten, letterlijk. Je afwasmachine? Maar ja, gast. Gast, als Jeremy kookt, is dat gewoon een oorlogszone, gast. Maar ja, ik heb al eens pastasaus van de blazer moeten afdoen. Ik weet niet hoe dat... Hey, ik lieg niet, hè. Maar misschien... Ik heb moeten schrobben, hè. Maar van ventilatie of zo? Ja, van die... Voor die dampweg. De dampkap. Misschien was zijn spaghetti te warm en ging hij zo... Ja, dan... Nee. Er was saus op de... What the fuck, man. Echt veel saus. Ja? Maar ja, Bo, dat is dus het meest productieve huis in Brussel. En stel dat je... Nu ging het over eigenlijk een dag waar dat je... super productief zou kunnen zijn, maar je niet hebt gezopen de dag ervoor. Wat is een dag als je wel hebt gezopen? Want dat klonk eigenlijk als een dag dat je gezopen had. Ja, inderdaad. Ja. Dat klonk eens een dag dat je eigenlijk fysiek niet kunt werken, maar omdat je zoveel koppijn hebt. Ik doe wel meer als ik de dag ervoor gezopen heb. Wat doe je dan bijvoorbeeld? Ik sta op om 1:00. Je meer slapen of wat? Dan, ja, dat ook. En dan doe ik mijn katerkeksje. Als fucked up. Dan moet ik met de deur kakken. Deur open kakken. En uw kotgenoot? Die slaapt nog altijd. Ah ja, die slaapt natuurlijk. Ja. En dan meestal ga ik wel een wandelingsje doen dan. Ja. Omdat ik dan zo even... Maar dan, ja, meestal moet ik mijn kop wel verstoppen, omdat mijn haar, als ik een kater heb... Dat is dus echt gewoon... jij praat over al die dingen zoals dat taken zijn of zo. Ja. Dat is echt... Maar nee, je zegt, vertel mij je dag, ik vertel mijn dag. Maar ja, maar als jij aan mij vraagt wat je gedaan hebt, dan ga ik niet zeggen dat ik ben gaan kakken, dat ik heb mijn haar gewassen. Zo. Dat zijn zo nee, ik was het net niet. Menselijke dingen die iedereen doet. Zo. Ja, vraag dan niet hoe ik mijn dag doorkom. Nee, we hebben iets bijgeleerd over u. Maar wij ook. Kijk, jullie waren ook heel benieuwd. Ik wist dat zelf niet. Weet je wat ik aan dag is vloggen gewoon? Een video van 30 seconden gewoon. Damn. Good morning, slaap wel. I'm now gonna kijk. Ja, dan kun je even naar de winterbeelden kijken op tv. Even zeg, spannend. Jongens, kunnen jullie zeggen dat dit jullie job is? Ja, sowieso. Ja. Ik bedoel, financieel en heel dat gedoe. Ja, zeker en vast. Ja. En ik weet niet hoe werkt, hoe zit de verhouding, wordt het geld verdeeld? Of, ik stel me er waarschijnlijk meer bij voor dan dat het is. Dus ik betaal Milan sowieso. Ja. Per video is dat? Per video. Per video. Dus ik geef hem een fee per video. En dan, als wij samenwerken doen met merken of zo, dan betalen we Milan ook gewoon echt, denk ik, 150% van de normale dagfee of zo, of 200%, bijna dubbele. Dus wij werken ook altijd samen voor de Nivea-dinges. Ja. Dat heeft Milan ook gemonteerd en zo. En daar betaal ik hem ook gewoon meer voor voor de YouTube-video's. Ja. En dan, YouTube is verlieslatend. Dus daar valt geen geld uit te halen. Nee. En dat verdeel ik ook. Dus ik betaal dat gewoon. Arno betaal ik momenteel niet. Ik heb het voorgesteld, hij wou niet. Maar ik heb toch gewoon gezegd, investeer daarvoor reizen voor mijn YouTube. Gewoon. Ja, voilà. Dus dan, dat zie ik dus chiller. Maar Arno verdient zijn geld met samenwerkingen ook. Samenwerking. Maar dan als Arno zelf, toch? Ja, dus ofwel is dat samen, dingen die samen zijn met mij, ofwel is dat dingen die bij hem terechtkomen direct, of dingen die ik
niet wil doen en die doorgaan naar Arnhem. Bijvoorbeeld, stel dat er iets over mobiliteit in Brussel is of zo. Ja, ik woon niet in Brussel, dus dan gaat dat, via mij eigenlijk naar Arno toe. Ik woon in Brussel. Ja. En we zitten bij hij zit bij het management waar ik zit, dus dat is gewoon super easy om op die manier te doen. Ja, en dan binnenkort gaan we een collectie uitbrengen, een merch collectie. Oh, damn, jullie krijgen de first. Niemand weet dat, hè? Jullie zijn de eerste die het weten. Ja, jullie zijn de eerste die het weten. Dus buiten wat je nu al. Nee, dat komt eigenlijk op mijn website, op everageshop.com gewoon. Okay. En dat is ik heb nu 2 designs extra laten maken binnen een bepaalde mini-collectie. Eén dat echt Milan vertegenwoordigt en één dat Arno vertegenwoordigt. En dan alle inkomsten van die merch, dat krijgen zij dan gewoon. Dus dat is, Cute, hij heeft ons gezegd. Dat is eigenlijk een soort van dank u naar hun toe ook. Gewoon omdat ik wil ook gewoon, als er inkomsten zijn die ik kan, verdelen, dan doe ik dat heel graag. Want allee, hij draagt heel veel van mijn merch in de video's en zo. En ik wil gewoon dat hij daar ook iets aan heeft. Dus, De financiële kwestie is nooit een raar ding geweest om over te babbelen. Dat is altijd heel transparant geweest en dit is het. En vind je dat oké? Of moet dat meer zijn? Of, En af en toe verhoog ik je loon ook gewoon. Als ik voel van oké, de merch gaat beter en al die dingen, dan stel ik ook gewoon voor van ik wil je loon verhogen, zodat jij nooit het gevoel gaat hebben dat jij onderbetaald wordt of zo. Ja, dat is echt voor mij is dat heel belangrijk dat iets bespreekbaar is. Zo. Ik zou echt niet willen dat Milan met een soort van frustratie ziet van fuck, zou ik veel meer kunnen verdienen? En dat is niet. Dus ik heb liever dat. Ik zeg dat ook heel vaak tegen van zeg mij, als jij het gevoel hebt van oké, nu zou ik eigenlijk meer willen verdienen, zeg het mij en dan fixen we iets. Zo. Dat is echt nooit een issue. Nee. En bijna niet meer nu. Omdat nu met die brand. Sorry, zeg maar. Nu bijvoorbeeld, als we sponsordingen in zo doen, uw management houdt zelfs rekening met mij nu. Ja, nu is hij zo, wordt hij mee in de prijs berekend. En zo, ja, dus nu is het echt wel zo. Productiekost is nu echt zo, eigenlijk Milan. Ja. Dus nu is het eigenlijk bijna exclusief. Momenteel, ik denk dat ik sinds december niks meer anders heb gedaan dan met jullie. Maar ik denk dat je gewoon ook geen tijd. Dat is het ding ook. Ik werk ook liever gewoon met hen. En ik weet ook dat. Als mensen merken vooral naar opkomen voor een video, dan willen die stijl ook zien. Ja. En daarom dat het goed is dat wij samen die dingen kunnen doen, omdat ze dan die stijl doorgetrokken krijgen in de. Maar en ik vind het ook belangrijk dat ik dat met u doe, omdat ik weet dat het dan goed gaat zijn. Ja. Dus het is, want soms werkt je dan samen met andere cameraman of zo, en dan zijn niet, dan zeg je het gewoon om samen te werken met iemand anders. Mm-hmm. En dan ik ken het zo bij Milan, als ik hem maar aankijk, dan weet hij dat hij moet beginnen filmen. Bij de anderen moet ik gewoon zeggen van. Film maar. Want bijvoorbeeld, dus stel dat ik met de Rode Duivels, wij doen heel veel point-and-shoot. Dus dat is gewoon zo, we filmen alles en creëren situaties waar dat menselijk worden. En dat is zo, maar stel dat ik dat bijvoorbeeld met een andere cameraman zou doen, die gaat misschien niet dezelfde stijl hebben van filmen, die gaat misschien stoppen met filmen op bepaalde momenten. Terwijl je eigenlijk op die momenten, ik krijg maar 20 minuten met die Rode Duivels, er mag geen enkel moment zijn dat je niet aan het filmen bent. Ja. Zo. Dus dat is gewoon zo. Of met andere dingen, zijn voxpops of zo, ken het zo. Dat, je is eigenlijk gewoon zodanig in een goede synergie met je cameraman dat je weet. Het is ook gewoon beter. Complementair. Ja, we zijn heel goed afgestemd op elkaar. Merk je dat er meer binnenkomt? Of meer aanvragen? Er komt wel veel binnen. Maar het goede is dat ik kieskeurig kan zijn nu, hè, omdat ik hoef niks extra aan te nemen. Dus als er iets is dat ik denk van, wow, dit is wel echt cool, dan staat kan ik goed, het aannemen. Dan staat er goed in je schoenen. Voilà, het is dan, maar dat is thanks to this guy. Hè. Sowieso. Dus ik heb eigenlijk nog een vraag voor Arno. Speelt jij eigenlijk nog voetbal? Ja. Arno. Waar speelt je? Dat is een talent, want we hebben het gehad over dat Arno niet veel doet. Maar, en de vraag was buiten voetbal. Dus als hij wel voetbal heeft, dan gaat hij wel trainen. En Arno is een heel goede voetballer. Een van de beste voetballers van Vlaams Brabant. Europa. Ja, sowieso. Ik kan Arno, niet zo... Arno is wel echt een goede voetballer. Kei, stof. Maar zo elke balspel... Hebben jullie de trickshot-video gezien? Ja. This guy, hè? Ja. Dat is wel insane, hè? Elke balsport is er nog goed. Ja. Vertel over uw... de Vlaamse selectie. Of de Vlaams Brabantse selectie. Ik deed topsport, voetbal. Wow. Allee, ik speel in een gewoon normale club en ik wou dan gewoon, ze vroegen van, ga naar middelbaar, wat wil je doen, bla bla bla. En ik en een vriend hadden al een beetje gepraat over topsport. Mm-hmm.
Maar dat was zo een beetje, ja, een beetje ver gegrepen gewoon, omdat we in tempo spelen. Dat is niet een bepaalde hoogte. Tempo overreizen. Is dat vierde klas of zo? Dat was vierde klas toen, denk ik. En dus ja, uiteindelijk had ik mijn papa overtuigd, want jij wou dat ook doen, reding of? Ik heb een moment. En jij mocht dat niet. En ik had dan gewoon gezegd van ik wil dat kei graag doen. En mijn papa, ik was zijn chouchou omdat ik veel voetbalde. Ja, hij was delegé. Maar bon, dat was de enige voetbalschool ook. Ja, dat was de enige. En gewoon school, voor mij, dat gaat niet. Nee, dus hij dacht ook waarschijnlijk, als ik hem dat laat doen. Marno heeft gewoon een hele harde dyslexie, wat sowieso al niet handig. Niks level. Wat is, Arno joke daar veel over, maar dat is gewoon, dat is gewoon niet echt makkelijk om te studeren. Gewoon. Nee, dat is gewoon een... Maar ook zo concentratie en zo. Als dat mij niet interesseert, kan ik dat sowieso niet. Dus ja, ik doe die TOEFL-testen en ik was al klaar. Je hebt twee kansen, dus ik had me eigenlijk gefocust op de tweede. De eerste ging sowieso al de beste eruit zijn. Dan doe je de tweede test en dat is met de mindere. En die testen gingen gewoon keigoed, keivlot. En ik werd direct geaccepteerd en mijn vriend ook. En dan, boom, dan kom je daar op die school. Tot voor het voetbal, je wordt daar behandeld als een koning. Gewoon. Ja, echt, maar echt. Komt in de refter, nooit refter betaald. Hè. Normaal is dat zo. Betalen om te eten en zo. Komt in de refter, je steekt iedereen voorbij. Je pakt een plateau, je eet gewoon. En dat is zo, je wordt niet gecheckt. Dat is zo, oké. Okay. Zelf leerkrachten zeggen van laat hun voor, ze komen van de voetbal, bla bla. Echt? Begin van die JUCO voetbal college in Amerika. Dan, begin van het jaar vragen ze: wilt jij op internaat zitten? Ik zo, ik weet niet, ik had dat eens bespreken met mijn ouders. Ze zo, ja, het is momenteel vol, maar als jij ja zegt, shotten wij iemand buiten om onze tosses binnen. Echt, hè? Wat? Zo'n shit, hè? Iemand die, die geen tosses iemand die gewoon automechanica doet of zo, die wordt gewoon buiten geschot. Dat is fucked up, hè? Boom. Dat is wel insane. Ja, ik denk dat ik zelf echt moest blijven zitten, want het eerste middelbaar, tweede middelbaar moest ik sowieso blijven zitten, denk ik. En gewoon ben doorgeleid omdat ik gewoon tosses deed. En ook gewoon... Wij mochten geen nullen krijgen. Nee. Als je je taak niet inlevert, mocht je die niet een nul geven. Je moest dat gewoon inleveren, maar je kreeg gewoon een minpunt. Dat was een moment to shine. Ah nee, ik was een keigoede leerling. Nee, en dan ben ik gewoon bij P4 gaan voetballen. Daar heb ik geld mee verdienen. En dan heb ik een blessure gehad. En zei gewoon een random dokter. Fuck you trouwens, dokter. Die zei in één keer van... je moet stoppen met voetballen. Je hebt artrose in je rug. Arno, je zet de chronologie totaal... die P4 was toch zo 3 jaar geleden? Ah ja, dat is erna gebeurd. Wacht, terug. Wacht, ik ga even de structuur brengen. Ah, maar nee, ik heb eerst mijn enkel nog gebroken. Arno heeft zijn enkel gebroken. Nu komt er heel veel bij voor me. Dus Arno was in topsoort voetbal. Ja. Op Redingenhof. Daar waar dat Dries Mertens ook heeft gezeten, toch? Ja. En... Dan, je speelt bij Tempo, maar dan op het moment heb je enkel gebroken. Ja, mijn ploegmaat heeft mijn enkel gebroken. Maar is het daardoor dat jij niet door mocht naar het derde jaar topsport? Ik moest stoppen nog maar. Dus ik doe een duel met mijn ploegmaat en ik win dat duel keihard. Maar dat botste, ik was aanvaller, hij was centraal verdediger. En dat botste altijd. En hij was goed en ik was ook een van de betere van de ploeg. Ik win gewoon een keihard duel, maar echt stevig duel. Dus hij vliegt echt op zijn bakken en ik was aan het leggen met zijn kop. En gewoon, ik voelde dat er zoiets... Er was echt zo agressie gewoon tussen ons. Volgende duel, bal tussen ons twee. Hij komt gewoon 2 voeten vooruit mijn enkel. Mijn enkel verdraait gewoon helemaal. En ik begin te panikeren, maar ik speel gewoon verder. Dan probeer ik nog een match te spelen, dat lukte niet. Ik ga naar het ziekenhuis, mijn enkel gebroken. En dan heb ik daar heel veel problemen mee gehad, omdat gewoon een stuk bot in mijn enkel gewoon rondzweeft. Oké, dus even herstructureren. Bon, ik speel het topsport. Ik ben geblesseerd geraakt door mijn ploegmaat die mijn enkel heeft gebroken. In een duel. In een duel. Wat was zijn naam? Van de Get Your Way is Jente. Jente. Nee. Zeg je achternaam. Nee, niet doen. Nee. Ik was niet zeker. Ik had bijna gespit. Maar... En dan, ja, gewoon veel problemen gehad. Dan laat het checken op het moment, omdat het echt gewoon niet meer ging. Omdat ik na elke match begon ik gewoon... stapte ik niet eens meer. Dan liep ik als een opa gewoon. Boom, laat ik dat checken, scans. Die guy zegt gewoon van, je hebt artrose in je enkel, je gaat nooit meer kunnen voetballen. Op een scan dat je dat niet eens kunt zien. Maar zo, de artrose is zo... Dat is een oude mansziekte. Ja. Gast, ik heb geweend als een baby. Ja, gast, wow. Ik moet je inbellen. Die gast is 14. Dromen om fucking hoog te geraken in voetbal. En dan is er een dokter die... Mm-hmm.
eigenlijk je denkt de hele tijd dat je enkel gebroken is of zo, vind ik veel. En zegt hij opeens, ah ja, uw zoon heeft, die zegt het dan tegen mijn mama. Arthrose. Uw zoon heeft artrose in beide enkels. Nee. En hij gaat waarschijnlijk nooit meer voetbal van zijn leven kunnen spelen. Dus zij allebei ja, ziek in paniek. Ik heb geblijd met wow, yo. Ja. Mijn mama keek ook naar mij gewoon zo. Ik zag dat ze ging wenen, ik was gewoon al beginnen wenen. Ja. Bon, dan gaan we naar een specialist, want dat was niet, allee, dat kon gewoon niet, dat klopte niet. Dat was gewoon iets, er zat gewoon iets fout in mijn enkel. Ik was zeker dat dat geen artrose was. Die specialist zegt gewoon van, je kunt dat niet eens zien op deze scan, dat is bullshit. Je hebt gewoon een kist, je moet daar gewoon infiltratie doen. Dan prikken ze dat weg, spuiten ze daar iets in. En hij had gelijk. En hij had gelijk, dan heb je die infiltratie gedaan. Mick. Ik was zo'n bitch, gast. Wow, yo. Ik zag alles. Ik zag die naald in mijn enkel gaan. Infiltraties zijn echt afschuwelijk. Ik begon bijna. Die zei, gaat alles goed. Ik wou doen alsof ik een man was. Wow, yo. Maak die fout soms ook. 10 seconden later, ik vraag gewoon de vuilbak. Ik zit daar gewoon zo. Mijn mama zit met mij te lachen. Chill, ik ben terug te voetballen. En dan heb ik gewoon meer gegaan voor de sfeer in de ploeg. Ja. En de derde helft. De derde helft. Ik was heel sterk. Ik was spit. Nee. Ja. En dan terug... gemotiveerd geworden om terug hoger te voetballen, naar Goelaert gegaan. Heb ik echt een keigoed seizoen gehad. En dan, nu heb ik gewoon mijn enkel, mijn knie geblesseerd. Maar ik ben voetballer, ik heb altijd iets voor. Dus dat komt weer. Dat was lang, man. Wauw. Ja, dat was welcome to my life. Dat was een goede brok. Ik denk dat we nog één goede vraag, want ik ben daar heel benieuwd naar. Fast forward, 5 jaar. Ja, waar staan jullie? Wat is de situatie? You know? Ik denk... Wat? 5 jaar. Bedoel je, wat willen we dan doen? Met het YouTube-concept? Gewoon in het leven of in het algemeen? Team. Zijn jullie nog bezig als team binnen 5 jaar? Ja, hebben jullie een film binnen 5 jaar? 100%. Ik denk dat we nu echt wel een soort van E-team hebben, waarin dat wij echt... We zijn allemaal super goed ingespeeld op elkaar. We geloven allemaal in het project. En ons doel... mijn doel... Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar ik wil echt wel zo België op de kaart zetten. Ik wil zo, vooral op YouTube wil ik zo dat mensen België kennen. Dat, als je, net zoals dat je Amerika kent of Noorwegen of zo, hoop ik dat zo met de YouTube-video's die we maken over onze Belgische cultuur, want ik wil wat, dat mensen zoiets van, België, dat is dat van de frieten. België, dat is dat van de crèmekoeken. En ik wil dat zo standaard is. Zo. Dat mensen, als ze in België komen, weten... Er zijn crèmekoeken, er zijn frieten. En dat is misschien een klein doel. Maar zo algemeen denk ik ook gewoon dat wij zoveel mogelijk plezier blijven maken. Ja, over 5 jaar. En wij binnen 5 jaar gewoon willen blijven doen wat we nu aan het doen zijn. Ja. Maar wij hebben bijvoorbeeld over laatst een video met Tom Holland gemaakt. Voor Sony was dat dan. Maar dat wij bijvoorbeeld een YouTube-video kunnen maken met Tom Holland. Waar dat wij ook koffiekoeken mee gaan eten of dat soort dingen. Dus eigenlijk om op meer nog mogelijkheden... Nog schaal ook. Ja, om eigenlijk nog meer vrij spel te krijgen in wat we doen met wie. Dat is eigenlijk het doel een beetje, denk ik. Dus, maar ons keihard amuseren. Gewoon zoveel mogelijk plezier maken. En gewoon wat we nu aan het doen zijn, gewoon scalen naar grotere dingen. Ja, zeker en vast. Klinkt goed. Kijk ernaar uit. Wij ook. Nou, misschien... Ik zie binnen 5 jaar... Crypto-miljonair, hè? Ja, een warehouse. Zo'n nice thing. Mijn golfcard, mijn spoiler op. Ja, gast. Dat zou nice zijn. Zo'n warehouse, dat zo... Mr. Beast-achtig. Nee, niet zo groot. Zo, dan denk ik meer zo gewoon zo een soort crisis. Van... een warehouse waar dat office een studio-omgeving is. Waar dat er een podcastruimte is, bijvoorbeeld. Waar dat mijn team kunnen zitten van misschien meerdere editors. Waar dat we echt gewoon... Een creative space. Creative voilà, space, exact. Dat wij, dat lijkt mij dat lijkt mij het leukste. Dat ziet er... klinkt goed. Ja, dat is het. Got you. Alright, boys, ik ga jullie echt waar vriendelijk bedanken om langs te komen. Ik vond het een leuke babbel, ik ben veel te weten gekomen. Maar wij kunnen echt goed zeveren. Ja, dat merk ik wel. Wij kijken echt af altijd. Het ding is, vanaf dat ik jullie aan het woord laat... Dan zijn jullie vertrokken. Dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Dus, Younes, jij ook bedankt. Is er nog iets wat jullie willen melden of willen Dank zeggen? Dank u aan jullie. Dank u aan jullie. Dat was een goed babbelke. En echt goede locatie. Ik was ziek afgeleid. Shout-out naar de belichting hier en de angles en de props en zo. Moet ook even gezegd worden, hè? Behind the scenes, kei belangrijk. Meegeholpen heeft. Dank jullie wel. En dan misschien nog één ding naar de mensen die luisteren en kijken. Als je iets wilt doen in je leven, moet je het gewoon doen.
Want dat is wat dat wij hebben gedaan. We zijn gewoon beginnen YouTube-video's maken. En dat was het doel van het begin, gewoon plezier te maken en shit te doen. En nu kunnen we er allemaal van leven, letterlijk. Wow. Dus het is niet omdat iets leuk is, dat je daardoor niet daar je job van kunt maken. Dus okay. Ga ervoor, knallen. Thank you, mooi om mee te eindigen. Niet luisteren naar de rest. Behalve als het drugs is. Ja, of moorden of zo, ook niet. Niet doen. Laat achter. Ja, positieve dingen. Thank you, guys. Gewoon blijven gaan.